bij ons Jan-Jaap van der Waal, cabaretier, tv-maker, maar vooral vandaag Nederlander, wonend in Antwerpen. Je durft nog buiten komen. Zeker, maar ik ben politiek vluchteling. Ik neem aan dat nu onder mij dat verschijnt. Ja, ja, absoluut. Ja. Wilders die schrok, hè, toen 35 zetels, intussen 37 zetels. Schrok jij ook? Ja, ik schrok ook. Ik was op dat moment aan het optreden in Nederland. En het was een leuk optreden. En ik vroeg halverwege, zullen we eens kijken met z'n allen? En ik had gezegd, als de PVV de grootste wordt, doe ik de rest van het optreden in mijn onderbroek. En dus? En toen kwam dat naar voren. En toen heb ik wel mijn broek uitgedaan. En daar zijn beelden van? Daar zijn beelden van. Maar ik denk dat mensen genoeg rode potloodjes hadden gezien die dag. Dus ik heb het maar weer snel aangedaan. Maar het was wel, je merkte in die zaal wel dat het feit dat hij de grootste was, was wel een schok, maar zo groot ten opzichte van de rest. Want laten we heel eerlijk zijn, om 8:15 kon iedereen naar bed gaan, want het was duidelijk dat dit afgetekend de grootste was. En ik denk dat dat de grootste schok is geweest. Ja. Betekent wel dat 2,5 miljoen Nederlanders in Wilders de oplossing zien. Kan u dat ook begrijpen? Nee, dat kan ik niet begrijpen, uiteraard. Maar ik snap wel dat er iets, moest gebeuren. En het is ook niet zo dat die 2,5 miljoen mensen allemaal racisten zijn of extreem rechts zijn. Wel boze mensen. Wel boze mensen en waar goed naar gekeken en naar geluisterd moet worden, die het gevoel hebben dat er nooit naar hun geluisterd is. Kijk, de Nederlandse regering heeft het land de afgelopen 14 jaar geleid als een bedrijf. Dat is ook waar Mark Rutte trots op was. En daar zijn heel veel mensen buiten de boot gevallen voor hun gevoel. En dat gevoel dat is nu dat is nu waargemaakt voor een deel. En Pieter Omtzigt, wat ook de grote winnaar is van de verkiezingen, met net zoveel extra zetels, namelijk van 0 naar 20, die heeft daar ook wel gehoor aan gegeven, maar die heeft zichzelf daarin nooit in de strijd geworpen als zijn kandidaat minister-president. En wil dus natuurlijk wel. Zeker de laatste dagen. Want in Nederland worden de verkiezingen in de laatste 3 dagen. Maar dat is inderdaad opvallend. Hij heeft eigenlijk in die laatste dagen de race gereden, hè, want hij stond lang niet op kop. Heb jij die turnover zien gebeuren? Nou ja, dat is wel waar Nederland om gekend staat. Dat het zo in de laatste 3 dagen opeens dat er iets kan gebeuren. En daarbij zijn wij in Nederland nogal dol op aardverschuivingen. En wat is er dan volgens jou gebeurd? Nou, hij heeft een toon aangeslagen. Waardoor een aantal mensen die nog twijfelden misschien tussen hem en de VVD, dachten, oh, maar wacht eens even, als dat kan, of als we zijn beleid kunnen doen, maar dan zonder al die, dat milderen. Ja, al die verschrikkelijke woorden en uitsluiting, wat hij altijd gepredikt heeft, dan zou dat inderdaad een serieuze oplossing kunnen zijn. Plus dat er echt behoefte is aan iets anders nu, daar in Nederland. En dat was niet Pieter Omtzigt. De man die ook wel die boosheid vertolkt vanuit die toeslagenaffaire, dat was te saai, niet extreem genoeg? Niet extreem genoeg, een beetje te saai. En het is, mensen willen toch een minister-president die ze kennen, denk ik ook. En die er ook voor gaat. En die er ook voor gaat. En dat heeft Wilders natuurlijk enorm benoemd, ook in die laatste week. Van, ik wil de premier van alle Nederlanders zijn. Nou goed, hoe dat in de praktijk gaat uitwijzen, dat zullen we dan nog wel zien. Maar mensen zijn natuurlijk, hebben enerzijds behoefte aan iets nieuws, maar anderzijds willen mensen ook gewoon wat ze kennen. En Geert Wilders is de langzittende politicus op dit moment in Nederland. Ja. Dus dat is ook niet helemaal onlogisch dat er dan voor hem gekozen wordt. Maar ja, dan nu, dat is de grote vraag. Meteen zie je dan toch dat er hoog politiek spel wordt gespeeld. Want dan kwam ook de VVD meteen met de uitspraak, gaan we even naar kijken, dat ze niet meestappen in een nieuw kabinet. Wij gaan wel een rechtskabinet, een centrumrechtskabinet, mogelijk maken. Dus we zullen het wel steunen, we zullen het niet blokkeren. En dat betekent dat wij constructieve voorstellen die dit land beter maken, ook zullen steunen. Dit is dus een vorm van gedogen. Ja. Is dat oprecht of is dat je vel duur verkopen? Nee, de VVD probeert uit alle macht de leiding nog te houden, moreel gezien en inhoudelijk gezien. Kijk, als je het programma van Geert Wilders bekijkt, daar zitten plannen in die eigenlijk niet uitvoerbaar zijn. Tenzij je een dictatuur zou oprichten. En zij willen dat niet aan hun gekleefd hebben zien, zal ik maar zeggen. Maar kan er zonder VVD geregeerd worden in Nederland? Dat is moeilijk.
dat is moeilijk. Want dus je zou kunnen zeggen, ze doet dit om zelf de inzet te worden. Hard to get. En kijk, het allereerste kabinet van Mark Rutte was er ook eentje met de PVV. Daarin was de PVV de gedoogpartner. En dat kabinet is, kun je met terugwerkende kracht zeggen, enigszins bewust geklapt. Zodat Rutte daarmee kon aantonen, kijk, met deze manier valt niet te regeren. En daarna is de PVV ook enorm teruggezakt. En wellicht, ik kan niet in haar hoofd kijken, maar wellicht is dat nu ook weer de strategie. Dat je denkt, laten we zorgen dat wij in ieder geval de stekker in de handen hebben die we er al dan niet uit kunnen trekken. Zodat je na een jaar of twee jaar kunt zeggen, ja, zie je wel, dit werkt niet, dit is onmogelijk. En links in heel dit verhaal, je had die combinatie GroenLinks, PvdA onder leiding van Frans Timmermans. Daarvan was heel lang gedacht, die gaan het halen. Ze hebben gewonnen, maar niet voldoende. Hoe valt dat te verklaren? Kan dat te maken hebben met de figuur van Timmermans, die als Europees commissaris ook wel polariserend was? Ja, en die heeft bewust een beetje zichzelf niet te veel in de strijd willen werken, omdat hij bang was dat hij daarmee te arrogant of te belerend zou overkomen. Maar het probleem is dat links in Nederland enigszins verenigd is met GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Maar er zijn nog heel veel partijen die daar zo een beetje omheen cirkelen met 2-3 zeteltjes. De Partij voor de Dieren, op één of bij één, moet ik zeggen. SP. De SP niet zozeer, maar wel de D66 ook. En ik denk dat als je nu mensen die op D66 hebben gestemd, dat die eigenlijk nu wel liever dan weer op Timmermans hadden willen stemmen. Is Nederland nu een rechtsland? Ja. En kan je het dus niet maken om Wilders nu aan de kant te zetten? Nee. Want dat is nu wel, als VVD aan gedoogsteun denkt, dan komt hij niet aan een meerderheid. Hij zegt nu al, als jullie mij terug aan de kant zetten, ik word alleen maar groter, hè? Dat is een scenario wat zou kunnen. Ik denk niet dat het wenselijk is om over een paar maanden weer verkiezingen te houden. Maar stel dat het gewoon niet lukt, is dat altijd een optie. Maar dat zal altijd weer in het voordeel van hem zijn. Ja. Weet je wat ik in heel dat verhaal niet snap? In alle indexen of internationale vergelijkingen komt Nederland altijd naar voren als een van de beste landen ter wereld om te leven, te wonen en te werken. En toch matcht dat niet met wat die Nederlander voelt. Dat klopt, maar dat heeft ermee te maken dat het land geleid is als een bedrijf. Dus daarin worden de burgers ook consument en werknemer. Dan zie je dus om je heen als het niet goed gaat, als je het minder hebt. Kijk, er werd een mevrouw geïnterviewd op televisie en die zei, als mensen het slecht hebben, dan gaan ze toch denken, wie heeft mij dit aangedaan? Dat was haar tekst. Ja, en dan komen we bij migratie. En dan zei ze, en dat zijn dus de buitenlanders. En dat is een redenering die natuurlijk niet klopt. Alleen het gevoel, wie heeft mij dit aangedaan? Ja. Dat is een gevoel waar de politiek en ook hier in Vlaanderen de komende maanden op moet gaan werken. Want dat is namelijk een heel wezenlijk gevoel. Maar je zei daar straks, Wilders is voor velen acceptabel geworden omdat hij Geert Milders werd, zijn toon veranderde. Joris Luijendijk, oud-journalist, opiniemaker, die zei, daar heeft eigenlijk de media in gecollaboreerd door dat inderdaad ook in mee te gaan. Ze van, Wilders, je doet niet meer aan islambashing en wij aanvaarden dat zo. Vind je dat de pers daar ook een rol heeft gespeeld? En is dat dus misschien iets wat we hier alert moeten voor blijven? Nou ja, kijk, Wilders heeft de afgelopen jaren iedere uitnodiging om in een talkshow te komen geweigerd. Dus hier Vlaams Belang zit regelmatig aan tafel, ook hier. Dus dat is al een verschil. Maar ja, je moet hem wel uitnodigen voor de debatten. En die debatten heeft hij ongelooflijk goed gedaan. Want het is een goede politicus, objectief gezien. Dus in die zin kun je de media volgens mij geen schuld geven. Die hebben gewoon dat podium geboden, zoals ze dat ook met andere lijsttrekkers hebben gedaan. Alleen hij heeft natuurlijk nog nooit in een talkshow gezeten zoals wij nu, waarin hem gevraagd wordt, hoe gaat u dat dan in de praktijk doen? Want u heeft dit gezegd, maar u zegt nu dit. Hoe zit dat? Ja, daarin is hij nooit ondervraagd geweest. En de vraag is ook of hij dat gaat doen. Vanaf nu gaat hij iedere week een perspresentatie houden met de verzamelde pers, of doet hij dat niet? Ja, dat weten we dus allemaal nog niet. Ja. En natuurlijk, we moeten afronden, maar iedereen kijkt naar 9 juni. Vlaams Belang rekent zich nu al rijk. Schat jij het ook zo in? Is het zo 1-op-1 vergelijkbaar? Jazeker. Volgens mij was Tom van Grieken een van de eerste die hem ook feliciteerde. Ja. Het is een trend die ook hier gaande is. Maar wat ik zeg, ik denk dat je
de komende maanden moet gebruiken als politiek om inderdaad naar de burger te luisteren en ook dat gevoel te gaan zitten van waarom voelen wij ons zo verweest. En ook op een intelligente manier proberen uit te leggen dat de politiek daar voor een deel verantwoordelijk voor is, voor een deel ook helemaal niet, voor een deel er ook helemaal niks aan kan doen. En dat anderen de schuld geven niet de beste manier is. Want het gaat niet zo zijn dat alle buitenlanders vanaf volgende week weg zijn. Dat is niet zo. Dus jij vertrekt ook niet, hè? Ik vertrek ook niet. Men doet hun best, maar ik zal hier blijven. Ja. Ik zal hier blijven. Ja, want je hebt nog veel werk en je gaat met de verkiezingen ook toeren over het feit, over onze politiek, misschien ook op televisie. Nog veel plannen met Jan-Jaap van der Wal. Dank je wel. Graag gedaan.